uit achter de auto. 1600 meter de afstand betekent een rechte lijn en één volledige ronde. Het is een hele duidelijke wedmarkt waarbij als grootfavoriet van start gaat de 10 Kevin Buitenzorg met Kees de Leeuw. Daar staat achter de 7 Janice Jet Boko en de rest dan gecoteerd aan 10 gulden en meer. 100 meter tot het startpunt. 50. En de start is gevallen. De start van de kwartetkoers en na de start neemt Dolly von Zet de leiding. Aan de buitenzijde krijgt hij al een aanval van Ian John. En helemaal aan de buitenzijde komt Breakpoint Lobel naar voren. Ian John die is het snelst, neemt de leiding. Breakpoint Lobel aan de buitenkant zet na. En daarachter is het dan Last Artist. Aan de binnenzijde daarvan is het Dolly von Zet. En driedik is het Harvest Meadow. Achter Harvest Meadow is het Janice Jet Boko voor Holyrood Flash aan de reling. Dan is het King Attack en laatste is de favoriet Kevin Buitenzorg. Deelnemers gaan de laatste ronde in en daar komt Last Artist aan de buitenkant de leiding overnemen van Breakpoint Lobel. Het eerste paard in het tweede spoor zo dadelijk zal zijn Harvest Meadow. Achter Harvest Meadow aan de reling is het Ian John. Dan is het Dolly von Zet. Aan de buitenzijde van Dolly von Zet is het Janice Jet Boko. Daarachter aan de relingzijde Holyrood Flash. Aan de buitenzijde van Holyrood Flash is het dan King Attack. En op de laatste plaats met aansluiting is het Kevin Buitenzorg. De deelnemers gaan naar de overzijde van de baan toe en dat doen we met Last Artist aan de leiding. Last Artist en Jan van Dooyenweerd junior dicteren het tempo op de tweede plaats achter John de Leeuw. Hij rijdt in deze koers Breakpoint Lobel. Aan de buitenkant is er dan Harvest Meadow voor Ian John aan de reling met Janice Jet Boko in ideale uitgangspositie. En daar komt de aanval van Kevin Buitenzorg. Kevin Buitenzorg in het derde spoor gaat naar voren en gaat ook hard naar voren. Maar vooraan staat men zeker niet stil. En het tempo wordt nog altijd gedicteerd door aan de binnenzijde Last Artist. Aan de buitenzijde Harvest Meadow. Die loopt eigenlijk een dijk van een koers. Aan de buitenzijde komt dan driedik naar voren Kevin Buitenzorg. Janice Jet Boko heeft ook nog helemaal niets gedaan. En deze Mary als dochter van Speedy Fugolita staat bekend om een machtig eindschot en de deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Finale fase en alle paarden met kansen, want ook in de start van het veld wordt Holyrood Flash naar buiten genomen en die komt naar voren. Maar het is Kevin Buitenzorg die overneemt. Kevin Buitenzorg en de andere favoriet die gaat erachteraan. Dat is Janice Jet Boko, daarachter Last Artist en helemaal aan de buitenkant komt Holyrood Flash. Het is Kevin Buitenzorg die nog altijd leidt voor Janice Jet Boko, Holyrood Flash, Last Artist en daarachter is het Breakpoint Lobel. We gaan op weg naar de finish en dit wordt heel gemakkelijk Kevin Buitenzorg voor de Stalalo's. Op de tweede plaats eindigt dan Janice Jet Boko. Derde wordt heel knap Holyrood Flash. En vierde wordt dan nog Last Artist voor de Tarsal Koos Mink BV. En die sensationele winnaars werden Kevin Buitenzorg, paard nummer 10 en Kees de Leeuw. Ze zijn inmiddels officieel. Kevin Buitenzorg is een 5-jarige bruine ruin van Rapid Royalty uit Meadow Charity. Een fokproduct uiteraard van de heer Nas, eigendom van de stichting Stal Alle Oos. En het is aan de heer Van den Berg van de stichting om de bloemen te overhandigen aan Kees de Leeuw. Die middels een vierde plaats en een overwinning zeker niet voor niets naar de renbaan Duindicht is gekomen. En wellicht een vervolg zal hebben. Want we hebben kunnen genieten van Kevin Buitenzorg die hier rondging, dames en heren, in een verbluffende 1:15.6. En dat is een nieuw record. Dames en heren, ik vraag u applaus voor deze imponerende winnaars. Kevin Buitenzorg, Kees de Leeuw. Thank you.